Wat is volgens jou het grootste probleem tussen de bewoners onderling in het huis? Is dat bijvoorbeeld het gebrek aan goede communicatie? Ja, het is allemaal maar holla de jee en leuk en vriendjes blijven. En ja, nu komen ze erachter dat er gewoon echt wel tactische spelers in zitten. En ja, ik denk dat sommige mensen daar nog niet zo mee bezig waren, die daar nu heel erg van schrikken. En ik denk dat sinds mijn exit dat echt dat tactische spel begonnen is. En ik vind het wel heel jammer dat ik daar niet meer bij zit. Ja, want Julio heeft op een bepaald ogenblik inderdaad gezegd, en dat was eigenlijk in het begin al, van communicatie is het grootste gebrek in dit huis. Er zijn regels, maar die zijn gewoon niet gecommuniceerd. Ja, Julio en ik hadden ook echt zoiets van, ja, ook soms van, ja, maar weet je, het leeftijdsverschil was ook wel groot. Want toen ik er tussen kwam, wist ik ook niet van, moet ik nou meer naar Peter en Kitty trekken? Want ja, dat waren zeg maar de ouderen. En dan had je zeg maar de 20ers, om het zo maar te zeggen. Ja, ik ben 38, dus ik had echt zoiets van, ja, het was gewoon heel lastig. Ik kan echt met alle leeftijdscategorieën, maar zoveel jongeren in één keer was wel gewoon lastig voor mij. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja, communicatie was wel ver te zoeken. Er was wel communicatie, maar eigenlijk, ja, ook weer niet. Ja, ook richting problemen vind ik persoonlijk van, ja, tijdens week 1 waren er al problemen met Kitty die zich aan allerlei zaken ergerde, ook aan Vera bijvoorbeeld. En dan denk ik van, ga toch eens gewoon even samen zitten en praat het uit, want het kan gewoon een doodgewoon misverstand zijn. Het kan een kleinigheidje zijn waar de ene zich aan ergert en de andere ook en het escaleert gewoon. Ja, maar ja, ergens denk ik toch ook weer dat dat dan weer de leeftijd is. Ja, ik mag niet alles op leeftijd schuiven natuurlijk, maar ja, ze waren allemaal zo bezig met elkaar en ook weer heel erg bezig met zichzelf van hoe kom ik over en hoe kan ik mezelf ja, op die voorgrond zetten zodat ik maar in beeld kom en leuk gevonden word en volgers ga krijgen en stemmen ga krijgen. Dus dat, ik denk dat de meesten in het begin daar wel mee bezig waren. Dus ja.